Welkom bij mijn Sony A7S III Setup Guide. Dit wordt één gruwelijk grote video, maar ik ga je alles leren over deze camera. We gaan door het hele menu heen en ik ga je laten zien wat de allerbeste instellingen zijn. Ik ga je ook meer leren over de fantastische autofocus van deze camera en hoe je het beste alle custom knoppen kan indelen voor een efficiënte camera workflow. Je kan stapje voor stapje deze video volgen en jouw camera helemaal goed instellen. Wat je ook kan doen is gewoon heel relaxed kijken en dan via de link in de beschrijving mijn instellingen downloaden en die in één keer op jouw camera importeren. En als je nou een bepaald gedeelte van deze video nog een keer wilt terugzien, kijk dan even in de tijdbalk, Het zijn allemaal handige hoofdstukken. En als je in de beschrijving kijkt en je doet dan eventjes ctrl-f of command-f en je zoekt op een bepaalde instelling, dan komt daar een timecode naar boven, daar kan je op klikken en dan skip je ook meteen door naar het juiste punt in de video. Voordat we beginnen even een belangrijke mededeling. En dat is dat ik deze AEL-knop heb ingesteld als custom menu-knop. Dat is echt super handig, want hiermee kan je met één hand het menu ingaan, instellingen wijzigen en het menu weer uitgaan. Nou, dan gaan we beginnen door de camera in movie mode te zetten, aangezien de opties in het menu veranderen op basis van de modus. Het eerste tapje in het menu is My Menu. Hier kun je jouw vaak gebruikte instellingen neerzetten. En later in deze video laat ik zien hoe ik dit zelf heb ingedeeld. Nou, dan gaan we bovenaan beginnen met Image Quality en dan File Format. En deze heb ik ingesteld op XAVCS 4K, want ik film eigenlijk altijd alles in 4K. Maar stel nou je hebt een keer voor een shoot full HD nodig, nou dan switch je hem gewoon naar xAVC-S HD. Als je geïnteresseerd bent in de technische uitleg waarom ik werk met xAVC-S, check dan even mijn video over codecs. Onder movie settings gaan we even alles goed instellen voor 10-bit 4:2:2, zodat je kan profiteren van de beste kwaliteit en de meeste flexibiliteit qua color grading. Nou dat doen we bij record setting en deze switchen we naar 10-bit. Dat doen we ook eventjes voor alle andere frame rates, want die staan ook gewoon standaard op 8-bit, dus die switchen we naar 10-bit. En dan nog 25 frames per seconde. Die passen we ook aan naar 10-bit en dit is de framerate waarin ik meestal werk. Ik heb de verschillende framerates helemaal bovenaan mijn menu gezet. Dus als ik nu slow motion wil filmen, dan ga ik het menu in en kan ik heel snel de movie settings aanpassen naar 50 frames per seconde voor 2 keer slow motion of 100 frames per seconde voor 4 keer slow motion. Als je filmt in 100 frames per seconde op 4K, dan wordt het beeld 1,1 keer vergroot. Dus dat is handig om te weten. Sommige mensen stellen slow motion in onder een van de memory recall opties. Maar ik vind dat niet zo handig, aangezien de witbalans dan ook staat voorgeprogrammeerd. En dan moet je die alsnog eerst veranderen voordat je je slow motion shot kan maken. Op mijn manier, met My Menu, kan ik binnen een paar klikken switchen naar slow motion. Zorg er wel voor dat je een speciale SD-kaart hebt gekocht om te kunnen profiteren van 100 frames per seconde in 4K met 10-bit 422. Ik heb een uitlegvideo gemaakt over SD-kaarten, dus kijk die vooral even als je hier meer over wilt weten. Een alternatieve manier van slow motion filmen is S&Q en dat staat voor slow and quick. Hiermee kun je slow motion filmen die al in de camera voor je wordt vertraagd. Op de Sony A7 III was deze functie niet goed genoeg, omdat de bitrate heel laag was en dus de kwaliteit veel lager. Maar dat is in deze camera veel beter geworden, want nu kun je kiezen voor een hoge bitrate en 10 bit 4:2:2. Het nadeel van deze functie is alleen wel dat er geen geluid wordt opgenomen. Zoals je hier ziet gaat het microfoontje uit. Het voordeel van het gebruiken van SNQ is het feit dat hij dus in de camera alvast vertraagd voor je wordt. En dan kan je in de camera al bekijken hoe je slow motion wordt. Dus als je SNQ wilt gebruiken, is het belangrijk om te weten hoe het werkt. En dit menu kan best wel verwarrend zijn, dus ik ga even uitleggen hoe het werkt. Onder de SNQ framerate kies je de framerate waarmee er opgenomen wordt, bijvoorbeeld 50 frames per seconde. Maar dan bij de recording framerate, daar kies je de output framerate. Oftewel, als ik deze instelling heb gekozen, dan filmt hij in 50 frames per seconde. Maar het bestand wat je krijgt is 25 frames per seconde, oftewel Twee keer slow motion. Stel nou je kiest voor een recording frame rate die hoger is dan de gewone frame rate, dan krijg je quick motion. Dus stel nou je kiest 100 frames per seconde, dan film je in 50, maar de output is 100. Oftewel twee keer quick motion. En daar staat dus ook de SQ-modus voor. Slow en quick. Je kan slow motion opnemen en quick motion. Zelf gebruik ik deze functie nooit, maar soms gebruik ik wel de slow motion-functie. Stel nou ik wil bijvoorbeeld vier keer vertragen, dan zet ik deze op 100 frames per seconde, deze op 25 en dan krijg ik vier keer slow motion. Het is heel erg belangrijk dat je onder record setting de hoogste bitrate kiest, oftewel 140 Mbit, 422, 10-bit. Nadat je dit hebt ingesteld op de juiste instellingen, bijvoorbeeld dus 100 frames per seconde, oftewel 4 keer slow motion, dan kun je heel makkelijk switchen naar SQ modus en kun je gelijk opnemen en dan krijg je een slow motion bestand. Maar nogmaals, het is belangrijk om te weten dat er geen geluid wordt opgenomen. Persoonlijk vind ik het handiger om gewoon in de normale movie mode te werken en dan te switchen van framerate als ik slow motion nodig heb. Dat is in mijn workflow net zo snel. Maar misschien is in jouw workflow SNQ wel heel erg handig als je toch geen geluid nodig hebt. Nog een mogelijkheid in deze camera is het feit dat je 8 keer slow motion kan filmen. Maar dan moet je wel eerst de fileformat aanpassen naar HD. En dan kan je onder SQ hem aanpassen naar 200 frames per seconde. Dan kies je 200 frames. Hier staat gewoon 25 frames per seconde. En dan krijg je 8 keer slow motion. Maar dan kropt het beeld wel 1,1 keer. Dan zet ik de camera even terug naar 4K. En dan gaan we verder met de volgende instelling. En dan zet ik hem terug op de gewone movie mode. Als ik in 4K film, dan werk ik altijd met proxies. Van de 4K bestanden zijn nogal pittig en met proxies wordt je editing workflow lekker smooth. Dus proxy recording heb ik altijd aanstaan met als fileformat XAVCS HD. Als je deze switcht naar HS, dan krijg je een codec die gebaseerd is op H.265. Oftewel, dat is weer een veel zwaardere codec en dan heb je eigenlijk niks aan de proxies. Dus deze kun je gewoon het beste op XAVCS laten staan. Wil je nou meer weten over de exacte editing workflow met proxies? Check dan even mijn video daarover. De APS-C crop mode is helaas niet beschikbaar in 4K en het komt omdat de sensor daar gewoon niet genoeg pixels voor heeft. Als je filmt in Full HD, dan kun je wel de crop mode gebruiken en dan kun je zonder kwaliteitsverlies het beeld anderhalf keer vergroten. Onder de lens compensation heb ik alles op auto staan, zodat de camera zelf bepaalde issues kan corrigeren. De volgende pagina is media en hier kun je bijvoorbeeld je SD-kaart formatteren. Als je formateert op de computer, dan kan het zijn dat de instellingen niet helemaal matchen met wat de camera verwacht. Ik zal altijd SD-kaarten formatteren in de camera, want dan heb je de beste performance en de minste issues. Onder de recording media settings kun je aanpassen hoe bestanden opgeslagen worden op je SD-kaart. Met de eerste optie kun je kiezen aan welke SD-kaart de camera de prioriteit geeft. Bij recording mode kun je ervoor kiezen om bepaalde bestanden dubbel weg te schrijven. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om zowel foto's en video's dubbel weg te schrijven op beide SD-kaarten. Je kan er ook voor kiezen om foto's en video's te splitsen, oftewel er gaat op de ene SD-kaart gaan de foto's en op de andere SD-kaart gaan de video's. Persoonlijk heb ik hem meestal gewoon op standaard staan. Auto-switch media zou ik sowieso aanzetten. Want als een SD-kaart vol is, dan switcht hij automatisch naar de andere SD-kaart die nog wel ruimte heeft. En dat doet hij zelfs tijdens het filmen. En dan wordt je clip opgesplitst in twee delen. En tijdens het editen kun je die gewoon naadloos aan elkaar plakken. Dus als jij een hele lange opname aan het doen bent, bijvoorbeeld een interview. Dan hoef je je geen zorgen te maken dat je ene SD-kaart vol loopt. Want hij wisselt automatisch naar de andere die nog wel ruimte heeft. De volgende optie in het menu, dat zijn de file-settings. En hier kun je een unieke naam geven aan je bestanden. Ik heb gekozen voor series, want dan blijft de bestandsnaam oplopen qua getal. En dan krijg je dus geen dubbele bestandsnamen op je harde schijf. Voor de bestandsnaam heb ik gekozen voor title, maar je kan ook de datum erbij zetten als je dat wilt. Zo heb ik gekozen voor mijn eigen naam en dan worden alle bestanden op deze manier opgeslagen. Maar wat je ook kan doen is een unieke naam geven op basis van de shoot die je aan het doen bent. En dan kan je op die manier je bestanden uit elkaar houden. Of je kiest bijvoorbeeld A-cam en B-cam, zodat je heel makkelijk twee camera's uit elkaar kan houden. Bij de shooting mode moet je ervoor zorgen dat de exposure mode op manual staat, want dan heb je volledige controle over de aperture en shutter speed. De overige instellingen doe ik persoonlijk niks mee en shutter slash silent doe ik ook niks mee. Bij audio recording zorg ik dat ik altijd geluid opneem. Dat is altijd handig om te hebben, want misschien heb je het nodig voor in je video of bijvoorbeeld om te synchroniseren met andere camera's of externe audiobronnen. De audio rack level pas je aan op basis van de microfoon die je hebt ingeplucht en de afstand tussen de microfoon en de audiobron. De level die je kiest die is echt helemaal afhankelijk van de microfoon, de setup, de locatie en hoe hard de persoon praat. Dus je moet even goed kijken op welk level je hem zet per situatie. De wind noise reduction heb ik altijd uitstaan, want het kan zijn dat als je hem aanzet dan het geluid een beetje gemoffeld wordt. Hetzelfde effect kun je bereiken in post met een beetje audio editing. Dus zorg ervoor dat je deze in de camera uit hebt staan, want het kan zijn dat je hiermee per ongeluk je audio gaat verpesten. Het audio level display heb ik altijd aanstaan, want dan krijg je hier deze audio balken te zien. En het is altijd handig om audio te monitoren tijdens het shooten voor het geval die te hard staat. Hier kun je de timecode instellen, maar persoonlijk gebruik ik dat niet. Maar als jij wel timecode gebruikt, dan weet je vast wel raad met al deze opties. Op de volgende bladzijde vind je image stabilization. En hier kun je steady shot op standaard zetten, uitzetten of op active zetten. Persoonlijk heb ik hem altijd op standaard staan en ik hoef hem eigenlijk nooit uit te zetten. Zelfs als je werkt op een statief, dan nog kan je hem gewoon lekker aan laten staan. Maar stel nou je hebt een keer extra stabilisatie nodig voor een bepaald shot, dan kun je hem op active zetten. Dan kropt het beeld 1,1 keer, maar dan wordt wel je beeld nog stabieler. Als je gebruik maakt van een handmatige lens, dan moet je deze instelling aanpassen naar manual en dan moet je hier met de hand de brandpuntsafstand kiezen. En dan heb je het beste resultaat qua beeldstabilisatie. Onder Zoom kies ik voor Clear Image Zoom. Dat is de beste optie voor als je een digitale zoom nodig hebt. Dan kun je inzoomen tot anderhalf keer met slechts een klein beetje kwaliteitsverlies. Onder Shooting Display kun je de gridlines aanzetten. En die heb ik persoonlijk altijd aanstaan met de Rule of Thirds. Want ik vind de Rule of Thirds gewoon ontzettend handig om composities mee te maken. De andere optie die ik vaak gebruik is de Diagonal plus Square Grid. Dan krijg je een kruis te zien en dan kan je precies iets in het midden zetten. En dan nou zie ik dus dat mijn colorchecker niet in het midden staat, dus die ga ik even goed zetten. Nou, handige optie dus. Dit is de meest bijzondere afkorting ooit, maar het staat voor Emphasize Display during Recording. Als je deze aanzet en je gaat een video opnemen, dan krijg je deze rode rand te zien. Veel mensen vinden dit handig, maar ik persoonlijk niet, omdat het een deel van mijn beeld blokkeert. Dus ik heb hem uitstaan. Bij Marker Display kun je hele handige lijntjes toepassen. Zo gebruik ik zelf vaak de Aspect-marker. Hiermee kan je verschillende aspect-ratio's aangeven. En als ik dan de Marker Display aanzet. Dan krijg je hier deze witte lijntjes te zien. En deze geven nou precies een 21 bij 9 widescreen aspect ratio aan. Heel handig dus als jij een widescreen video aan het maken bent. Even een handige bonus tip tussendoor. Met de FN knop kun je switchen tussen de verschillende tapjes, ongeacht waar je zit in het menu. Nou, dan gaan we naar het volgende tapje: Exposure slash Color. Onder Exposure kun je de ISO aanpassen. Maar goed, dat doe ik niet in het menu, dat doe ik gewoon tijdens het filmen. Maar stel je maakt voor een bepaalde shoot gebruik van automatische ISO, dan kun je hier de minimum en de maximum aangeven. Met de ISO range limit kun je een min en een max aangeven voor als je handmatig de ISO kiest. En die laat ik zelf gewoon lekker op het maximale bereik staan van 80 tot 400.000. De volgende optie is exposure compensatie. Maar die kan je alleen aanpassen als je werkt met automatische ISO. En als je dat doet, dan is het eigenlijk beter om gewoon te werken met de exposure compensation dial. Exposure step dat is wel een hele interessante optie. Want standaard verhoog je jouw exposure met 1 derde stop. Maar als je deze aanpast naar 0,5, dan krijg je hele andere stapjes qua exposure. Zo heb ik hier bijvoorbeeld 1,45 sluitertijd of 1.60ste of 1.90ste. En waarom is dit handig? Dan stel nou je bent aan het filmen op een plek met knipperende lampen en je komt er maar niet uit, met alle instellingen heb je nog steeds knipperende lampen. Als je dus de exposure step aanpast naar 0.5, dan krijg je dus andere sluitertijdwaarden. En misschien zit er hier wel een sluitertijd bij die de flikkering kan voorkomen. Met de instellingen onder metering mode kun je aanpassen hoe de camera de exposure van je shot uitleest. Persoonlijk let ik niet zo op dit getal, want ik bepaal exposure op basis van het plaatje en met behulp van zebras. En Daar kom ik straks nog even op terug. De instellingen voor metering mode heb ik dus op standaard gelaten. Maar als jij de metering wel gebruikt, dan heb je er misschien wat aan om dit te tweaken. Als je bijvoorbeeld kiest voor de focus point link en de focus area flexible spot, dan gaat de camera meteren op basis van waar je focus point staat. De witbalans kies ik altijd op basis van het shot dat ik aan het maken ben en daar heb ik een custom knop voor ingesteld om het snel aan te passen tijdens een shoot. De witbalans kies ik dus altijd zelf, maar mocht ik gebruik maken van auto white balance, dan vind ik het beter werken als de priority op white staat. Dan heb je de Shockless White Balance Functie. En veel mensen vinden dit geniaal, maar ik vind het persoonlijk helemaal niet handig. Want als je deze aanzet en je gaat dan de witbalans aanpassen, dan krijg je de smooth overgangen tussen de verschillende witbalansopties. En als je tijdens de shooter je witbalans moet aanpassen, ja, dan is dit handig. Maar meestal is tijdens de shooter mijn witbalans gewoon hetzelfde. En daarom vind ik het persoonlijk handig als deze uitstaat, want voordat ik een shot ga maken en ik wissel dan van witbalans, dan kan ik veel beter beoordelen wat de verschillen zijn tussen de verschillende witbalansopties. Dynamic Range Optimizer vergroot het dynamisch bereik op een kunstmatige manier. Het verhoogt eigenlijk je schaduwen waardoor je ook meer noise gaat krijgen. Daarnaast is het ook zo dat als je foto's gaat maken dan wordt je preview veel lichter dan het raw bestand dat je gaat krijgen. Oftewel helemaal niet handig en deze functie lekker uit laten staan. Als ik film zonder picture profile dan heb ik de creative look op standaard staan. Dat is ook de beste optie als je foto's maakt. Dan lijkt de preview het meeste op het raw bestand dat je gaat krijgen. Maar goed voor video werk ik eigenlijk altijd met een picture profile en wel met picture profile 8. Oftewel Slog 3 Deze instellingen zijn allemaal al perfect en hoef je niet aan te passen. Zelfs het detail staat al op min 7 en dat is precies waar je het wil hebben. Wat ik wel heb gedaan is deze instellingen gekopieerd naar PP1. Want als ik dan switch van PP-OFF naar PP1 dan kan ik heel snel switchen tussen standaard en S-Log3. Wil je nou meer leren over S-Log3 dan kun je in de beschrijving meerdere video's vinden die ik heb gemaakt daarover. Zebra's, dat is een hele handige tool om de exposure van je plaatje mee te beoordelen. Ze heb ik eigenlijk altijd aanstaan en voor S-Log3 heb ik de custom 1 ingesteld met een lower limit van 93+. Nou wat betekent dat nou? Dit getal is eigenlijk het belichtingspercentage. Dus als ik nou de belichting ga verhogen, dan ga je deze strepen zien. En alles wat nou strepen bevat, heeft een belichting van 93% of hoger. Het S-Log3 profiel kan tot 94% belichting gaan en alles daarboven gaat kapot. Als je wilt voorkomen dat belangrijke delen van je shot kapot gaan, dan moet je er dus voor zorgen dat je geen zebras meer ziet op deze delen. Dus je schroeft de belichting terug totdat de zebras weg zijn, of nog iets lager als je die exposure beter vindt. Als je foto's gaat maken in RAW, dan heb je meer ruimte qua belichting. Dan kun je bijvoorbeeld onder Custom 2 een lower limit van 107 plus kiezen. Dan ga je over de 100% heen, maar een RAW foto kun je qua belichting nog terugtrekken. Dus afhankelijk van wat ik ga doen, kies ik Custom 1 of Custom 2. Ook heb ik de zebra's onder een custom knop gezet. Dus stel nou, ik verhoog even de belichting zodat ik zebra's zie. Dan heb ik onder deze knop de Zebra Displays select staan. Dan kan ik met één druk op de knop even de zebra's uitzetten. Want soms wil je gewoon je plaatje beoordelen met uitgebrande highlights. En dan kan je bepalen of het acceptabel is, ja of nee. Ook heb ik de Zebra Level ingesteld staan onder het functiemenu. En dan kan ik heel snel switchen tussen Custom 1 en Custom 2. Even een korte reclame voor mezelf tussendoor, want ik zou namelijk een like op deze video enorm waarderen. Deze video is ontzettend veel werk geweest en als je deze video tot nu toe heel erg handig vindt, laat dan even alvast een like achter. Dan gaan we door naar het volgende tabblad en dan hebben we de focusinstellingen. Je kan hier de focus mode wisselen tussen manual focus en autofocus, maar persoonlijk doe ik dat zelf het liefste gewoon met de EF-on knop. Dan kan ik heel snel switchen tussen autofocus en manual focus. Dit is een custom knop en ik laat straks zien hoe je dat instelt. Transition Speed is de snelheid waarmee de focus verandert. Subject Shift Sensitivity is hoe gevoelig de autofocus reageert en gaat verspringen op een ander onderwerp. In de meeste situaties heb ik die op 5 en op 3 staan. Maar stel nou ik wil een Smooth focus pool hebben, dan zet ik bijvoorbeeld de Transition Speed op 3. Maar als ik dit snel wil veranderen, dan gebruik ik niet het menu, maar mijn custom functiemenu. Dus hier onder het functiemenu heb ik deze twee autofocusinstellingen staan. De Focus Area heb ik meestal op wide staan. De camera is dan slim genoeg om zelf te bepalen waar hij moet scherpstellen. En de eye autofocus werkt ook altijd. En daarnaast kun je altijd tap to focus doen met focus tracking. En dat werkt gewoon gruwelijk goed en de tracking blijft gewoon op je onderwerp zitten. Je kan drukken op dit knopje op het touchscreen, deze joystick of de middelste knop om de tracking te annuleren. In sommige situaties gebruik ik ook een andere focus area, namelijk de Flexible Spot. En dan kan je een S, M of L kiezen. Meestal gebruik ik dan S en dan kan ik met de joystick kan ik een heel klein focusboxje verplaatsen. Om heel accuraat te kiezen waar die moet scherpstellen. Als ik nou klik op de joystick, dan reset de focusbox weer naar het midden. Je hebt nog een paar andere focus areas die ik persoonlijk niet gebruik, maar ik zal even laten zien hoe ze werken. Je hebt zone, daarmee kies je eigenlijk een gedeelte van je shot. En dan binnen dat gedeelte zoekt de camera iets uit om op te focussen. Dan heb je ook nog Center Fix. Dan blijft hij eigenlijk gewoon permanent in het midden staan. Deze vind ik persoonlijk helemaal niet handig. Want als ik gewoon kies voor de Flexible Spot Large. dan krijg ik een focusbox die net zo groot is. maar die kan ik nog steeds verplaatsen. En ik kan klikken en dan staat hij gewoon in het midden. De Center Fix is, wat mij betreft, een beetje overbodig. Als je deze Focus Area nou net zoals ik overbodig vindt. dan kan je ook gaan naar Focus Area Limit. En dan kan je hier zeggen van nou ik doe Center Focus uit. Dus als je nou gaat kiezen tussen de verschillende Focus Area's, dan is die weg. Persoonlijk gebruik ik dus meestal de Focus Area Wide en Flexible Spot Large of S. Maar eigenlijk is iedere Focus Area gewoon goed, want de autofocus in deze camera is zodanig goed dat je nooit mis kan gaan. Het is gewoon puur persoonlijke voorkeur. Met de Focus Area Color kun je de kleur kiezen van de focusbox. Nou, ik vind white wel prettig, maar als je hem wisselt naar red, dan krijg je de focusbox die rood is. Circulation of Focus Point, nou die staat standaard op Does Not Circulate, dat vind ik zelf ook het prettigst. Maar als je die wisselt naar Circulate, dan gaat de focusbox gewoon de hele tijd rond. En als je die uit hebt staan, dan stopt hij aan het einde. Deze camera kan tijdens het filmen autofocussen op de gezichten en ogen van mensen, dus die functie heb ik meestal aanstaan. Als je in een situatie zit waarin je per se niet op gezichten wilt scherpstellen, dan kun je de gezichtsherkenning even uitzetten. Het onderwerp kun je wisselen tussen human en animal, maar als je wisselt naar animal, dan werkt de eye autofocus van dieren alleen tijdens fotografie. Dus alleen als ik foto's ga maken van dieren, dan switch ik deze, maar anders laat ik hem gewoon op human staan. Met deze optie kun je kiezen op welk oog de camera scherp stelt. Dan kan je kiezen voor auto, het rechtse oog of het linkse oog. Meestal heb ik hem op auto staan, maar in een situatie waarin je een portretfoto neemt, op bijvoorbeeld f1.8, dan kan het handig zijn om een specifiek oog te kiezen. Maar daarnaast kun je altijd nog touch tracking gebruiken om een oog te selecteren om te tracken. Face slash iframe display heb ik altijd aanstaan, want dan krijg je namelijk een vierkantje te zien om een gezicht heen of een oog als je daarop scherp heeft gesteld. De focus magnifier is heel handig om even het beeld te vergroten en te beoordelen of je goed hebt scherpgesteld. Hij staat bij mij op keer 4, zodat hij meteen 4 keer is vergroot. Ik heb de focus magnifier ingesteld op de middelste knop, zodat ik hem snel kan gebruiken, wat vooral heel handig is tijdens manual focus. En daarnaast is het handig om te weten dat hij jouw focusbox volgt. Dus als ik die focusbox verplaats en dan klik, dan zoomt hij daarop in. Wat ook heel handig is tijdens manual focus is peaking display. Als ik die aan heb staan en ik zit dan in manual focus, dan krijgt alles wat scherp is een rood randje. Dus als ik nou even die focus magnifier gebruik, dan kan je het heel goed zien. Ik heb de kleuren ingesteld staan op rood zodat ik hem goed kan zien. En de peaking level is eigenlijk hoe dik de randjes zijn. Je kan kiezen tussen high, medium en low, maar ik heb hem altijd op high staan. Wat ook heel handig is, is deze custom knop die ik heb ingesteld. Onder C3 kan ik heel snel de peaking display uitzetten. Dus stel nou ik wil eventjes echt goed met mijn eigen ogen beoordelen of het scherp is, dan kan ik met deze knop snel de peaking display uitzetten. In het playback menu kun je allerlei instellingen wijzigen voor als je video's en foto's terugkijkt via de playback knop. Stel nou je hebt twee SD-kaarten in je camera, dan kun je met deze optie, Select Playback Media, kun je de SD-kaart kiezen die je wilt openen. Dus stel nou ik wil even de tweede SD-kaart bekijken, dan zet ik hem op slot 2, en dan krijg ik het materiaal te zien op de tweede SD-kaart. En als ik nu op het Playback-knopje druk, dan opent hij automatisch de tweede SD-kaart. Dit is eigenlijk de enige instelling die ik gebruik onder al deze opties, maar goed, als jij hier iets wil aanpassen, dan spreekt het allemaal heel erg voor zich. Dan gaan we verder naar het volgende tabblad, namelijk Network. En hier kun je dingen aanpassen zoals wifi en Bluetooth. Maar het enige wat ik hier gebruik is Control with Smartphone. Als je dit aanzet, dan kun je connecten met de Sony app op je telefoon. En dan kun je de camera op afstand bedienen of JPEG-foto's van je camera afhalen. Onder het laatste tabblad, genaamd Setup, kun je heel veel belangrijke instellingen wijzigen. Zo kun je hier bijvoorbeeld kiezen tussen NTSC en PAL. Maar je moet eigenlijk altijd zorgen dat de camera in PAL staat als je in een PAL-regio filmt, zoals Europa. En zet hem op NTSC als je bijvoorbeeld in Amerika filmt. Even heel kort gezegd, dit is belangrijk zodat je camera matcht met de frequentie van lampen in die regio. En dan voorkom je dus flikkering. Ik heb hier een uitgebreide video over gemaakt, dus als je hier meer over wilt weten, kijk die dan even. Met Save and Load Settings kun je al je instellingen opslaan op je SD-kaart. Als je ooit instellingen fout aangepast hebt, dan kun je altijd dat bestandje weer terugzetten en jouw instellingen weer terugkrijgen. Maar het bestandje dat je opgeslagen hebt op je SD-kaart, moet je wel even kopiëren naar je computer. Want als je je SD-kaart formateert, dan is ook het backup bestandje weg. En als die op je computer staat, kun je hem altijd weer inladen op je SD-kaart. Als je mijn instellingen hebt gedownload, dan zet je dat bestandje op je SD-kaart en via load kun je in één keer mijn instellingen erop zetten. Onder Operation Customize kun je de custom knoppen instellen. Je kan zelfs aparte custom knoppen kiezen voor video en voor fotografie. Maar dat vind ik persoonlijk niet handig, want dan kan het verwarrend zijn als ik bezig ben met de camera. Dus ik heb alles ingesteld op de Algemene instellingen. Ik zal even alle instellingen van mijn custom knoppen hier in beeld zetten, zodat je ze zelf ook zo kan instellen. Maar nogmaals, als je mijn instellingen downloadt via de link in de beschrijving, dan hoef je dit niet meer zelf te doen. Er wordt alles automatisch goed gezet op jouw camera. Maar voordat je mijn instellingen gaat inladen, moet je wel zorgen dat je de firmware hebt geüpdate, want dan heb je alle opties tot je beschikking. We gaan even door al mijn custom buttons heen lopen. De eerste twee zijn eigenlijk meteen mijn beste. Dat is ISO en menu. Nou, ISO heb ik gezet op het control -wiel. Als ik dan ga draaien aan het wieltje, dan verhoogt gelijk de ISO. Super handig en supersnel. Ik heb even voor het voorbeeld gewoon ISO teruggezet op het normale knopje. Maar dit is hoe het normaal werkt. Ik moet klikken, dan moet ik meerdere keren klikken om het aan te passen en dan nog een keer klikken om het te bevestigen. En het nadeel is ook dat als ik in dit menu zit, er zijn al mijn andere menu-items weg. Maar op mijn manier blijven de menu-items gewoon staan en ik kan direct de ISO aanpassen. Super snel en super handig dus. De tweede custom-button heb ik aan het begin al verteld en dat is het menu op de AEL-button. Dus nogmaals, als ik op de AEL-knop druk, kan ik het menu in en weer uit. Super handig. De derde custom button is de autofocus/manual focus switch die zit op de AF on button. Dus nu kan ik met één druk op de knop switchen van autofocus naar manual focus. En wat ik vaak doe is dat ik de autofocus gebruik om scherp te stellen en dan switch ik naar manual focus zodat daarna de focus niet meer verandert. Ik verhoog even de exposure zodat jullie de zebras weer kunnen zien. Maar met C1 heb ik dus een knopje dat ik snel de zebras even uit kan zetten. Nou, dan zet ik weer even de exposure weer terug en dan laat ik de volgende custom knop zien en dat is C3 en dan gaat de focus peaking aan en uit. En ik vind het soms handig om hem uit te hebben staan, zodat ik met mijn eigen ogen kan kijken of iets scherp is, ja of nee. Onder C4, oftewel het prullenbakje, heb ik de Gamma Display Assist staan. Hiermee krijg je eigenlijk een preview van je shot alsof die al graded is. Maar hier kom ik straks even op terug. Door te drukken op de joystick reset de focusbox weer naar het midden. Ik zet hem even naar rechts, druk en dan reset we naar het midden. De Focus Magnifier heb ik ingesteld op de middelste knop. Het is heel handig om tijdens Manual Focus even vier keer in te zoomen en je focus te checken. Met de linker knop kan ik even snel de focus area switchen. Bijvoorbeeld van Flexible Spot naar wide of dat ik van de Flexible Spot een ander formaat kies. Op het rechter knopje heb ik niet de ISO staan, maar de witbalans. Dan nou kan ik heel snel gewoon de witbalans wisselen. En de reden dat ik hem op het rechter knopje heb staan, is dat ik dan twee keer kan klikken naar rechts en ik kan meteen mijn kelvin aanpassen. Met de knop naar beneden wissel ik van Picture Profile. Dus mocht ik even snel een ander profiel nodig hebben, dan kan ik hem met de knop naar beneden zo wisselen. De Movie knop die is gewoon standaard, daarmee kan ik gewoon een Movie Recording starten. En op C2 heb ik nu de Clear Image Zoom staan, zodat ik in noodgevallen anderhalf keer digitaal kan inzoomen met slechts een klein beetje kwaliteitsverlies. Sommige lenzen, zoals deze 24mm G-Master, hebben ook een knopje aan de zijkant die je kan programmeren. Persoonlijk gebruik ik die nooit, maar ik heb me wel laten staan op de standaard instelling, de Focus Hold, voor het geval jij die wel gebruikt. Hier kun je het function menu helemaal customizen en deze kan je ook weer splitsen tussen foto en video. Hier vind ik het wel handig om verschillende instellingen te hebben. Voor fotografie is de eerste instelling de drive mode. Hiermee kan ik heel snel wisselen van single shooting naar continuous shooting, oftewel een burst mode en de timer. Dan hiernaast heb ik een aantal autofocus functies staan. Nou, de eerste is het feit dat ik de gezichtsherkenning uit en aan kan zetten. Met de tweede optie kan ik kiezen op welk oog die scherp stelt, oftewel automatisch, rechts of links. Hiermee kan ik het onderwerp wisselen, dus van Human naar Animal. En hier staat nogmaals de Focus Area. Even een bonus tip tussendoor voor het functiemenu. Als ik deze instelling snel wil wijzigen, dan kan ik daarvoor het Aperture-wieltje gebruiken. En voor de Flexible Spot kan ik ook nog eens dit wieltje gebruiken om het formaat te kiezen. Hiernaast heb ik de Steady Shot staan, en dan kan ik hem even uitzetten als dat nodig is. Dan hieronder heb ik de Gridline Display, Die kan ik me uit- en aanzetten. En hier kan ik de type gridline kiezen, bijvoorbeeld de Rule of Thirds of het diagonale grid. Hiermee kan ik snel de zebra's aanpassen. Zoals ik net ben geswitcht naar fotografie, kan ik de zebra's op 107 zetten, wat perfect is voor RAW foto's. Als ik foto's ga maken voor een YouTube thumbnail, dan zet ik de aspect ratio op 16x9. De JPEG wordt dan gekropt, maar de RAW foto blijft gewoon 3x2. Maar het is veel handiger voor de framing van mijn foto als ik hem op 16x9 zet. Met deze optie kan ik de interval shooting aan of uitzetten, oftewel timelapse mode. En met deze optie kan ik de minimale sluitertijd aanpassen voor als ik fotografeer in aperture priority met automatische ISO. Oké, okay, dan gaan we even terug naar de video mode en dan gaan we naar het functiemenu kijken voor video. Een deel is hetzelfde, maar hier heb ik bijvoorbeeld de autofocus speed staan. Als ik een smooth focus pool wil doen met autofocus, dan zet ik de transition speed bijvoorbeeld op 3, afhankelijk van het shot. Met deze optie kan ik de steady shot op active zetten, mocht ik een beetje extra stabilisatie nodig hebben. Bijvoorbeeld als ik handheld film met een lange telelens, een klein beetje wil pannen. Of als ik een gimbal-achtig shot wil maken. Met de marker display kan ik even snel de 21x9 guidelines aanzetten. Met audio signals kan ik het geluid uitzetten dat de camera maakt als een opname gestart of gestopt wordt. Voor het geval dat de audio niet belangrijk is, dan zet ik ook wel eens de audio level display uit. Met deze laatste optie in het functiemenu kan ik de audio recording level aanpassen. En het niveau dat ik kies is helemaal afhankelijk van het shot en de microfoon die ik gebruik. En dat was mijn volledige functiemenu. Dan gaan we nu nog een keer het gewone menu in en passen we nog wat extra instellingen aan. Met deze instelling, Different Set for still Movie, kun je bepaalde instellingen kiezen die voor video en fotografie verschillend zijn. Ik heb bijvoorbeeld de ISO en de Picture Profile aanstaan. Wat nu gebeurt als ik switch van video naar foto, dus nu staat hij op video en dan heb ik 640 ISO. Maar als ik switch naar de fotostand, dan staat er een andere ISO ingesteld. Dus als ik nou deze ISO verander naar ja, 100 bijvoorbeeld en ik ga dan naar de videomode, dan blijft in de videomode gewoon 640 ISO hier staan. En wat er ook gebeurt is dat je automatisch wisselt van S-Log3 in het videoprofiel naar het standaard profiel voor fotografie. Dit scheelt zeker wel tijd als dus je snel het wisselen van video naar foto en het kan er ook voor zorgen dat je net genoeg tijd bespaart en dat je daardoor je shot niet mist. Met deze optie kan je aanpassen wat er getoond wordt als je op het display knopje klikt. Normaal gesproken wisselt hij tussen allerlei schermen, maar ik heb zelf de No Display Info-optie uitstaan. Voor ViewFinder en Monitor Off heb ik ook uitstaan. Dus als ik nu ga wisselen met het Display-knopje, dan krijg ik alleen maar die opties te zien die ik net geselecteerd heb. Voor de ViewFinder kan je weer andere display-opties aanzetten. Zo heb ik de Display All Info juist aangezet: No Display Info uit, histogram aan en de level ook aan. Als je deze optie aanzet dan kun je een recording starten door op de sluiterknop te drukken. Zelf heb ik deze uitstaan omdat ik gewoon de movie knop gebruik om een recording te starten. Het is ook zo dat als je deze functie aan hebt staan, dan kun je niet meer autofocussen met de sluiterknop. Dus dat vond ik een beetje onhandig. Met dial customize kun je aanpassen hoe de aperture en shutter speed knoppen werken, maar dit heb ik allemaal op standaard staan. Bij touch operation kun je aanpassen hoe het touchscreen werkt. Je kan hem bijvoorbeeld helemaal uitzetten of de sensitiviteit aanpassen. Touchpanel slash pad is super onduidelijk omschreven, maar het werkt als volgt. Als je kiest voor touchpad only, dan werkt de touchscreen alleen op het moment dat je door de viewfinder heen kijkt. Als je kiest voor touch panel only, dan werkt de touchscreen alleen op het moment dat jij gewoon naar je schermpje aan het kijken bent. Ik heb hem op bovenvellet staan, want dan werkt de touchscreen gewoon altijd. Maar het kan soms handig zijn op het moment dat jij door de viewfinder heen kijkt dat je gewoon de touchscreen gebruikt om een focuspoint te kiezen. Onder de touchpad settings kun je het gedrag van de touchscreen aanpassen op het moment dat je door de viewfinder heen kijkt. Dus stel nou je kijkt door de viewfinder heen voor een portretfoto. Wil je dan dat de touchscreen werkt ja of nee? Nou, dan kan je met die bovenste aanzetten. En met deze onderste, de operation area, dan kun je bepalen welk gedeelte van de touchscreen werkt op het moment dat je door de viewfinder kijkt. Dus ik heb hem op right half staan, wat jouw duim eigenlijk maar zo ver kan. Als je hem op het hele scherm hebt staan, dan kan je er toch niet helemaal bij. Dus ik vind right half vind ik een mooie optie. De touch tracking in deze camera werkt gewoon geniaal. Dus je zou ik altijd aanlaten en zeker gebruiken in jouw voordeel. Want het werkt gewoon ontzettend goed. Bij Finder slash Monitor kan je een aantal dingen aanpassen voor de Viewfinder en het schermpje. Zo kan ik hier de Monitor Brightness aanpassen. Nou, meestal heb ik hem gewoon op manual en op nul staan. Maar stel dat nou je bent aan het filmen in de brandende zon, dan kan je Sunny Weather aanzetten. Dan wordt het schermpje net iets feller en dan kan je hem beter zien. Maar let er wel op dat de batterij dan net iets sneller leeg gaat. Dan heb ik hier ook nog de Display Quality op high staan, zodat ik mijn beeld gewoon beter kan beoordelen. Gamma Display Assist is een hele handige functie voor als je S-Log3 gebruikt. Als je die aanzet, dan krijg je een preview te zien van het shot alsof je het al hebt gecolorgrade. Je filmt dus nog steeds een ruw S-Log3 shot, maar met deze preview kun je veel beter je exposure, focus en witbalans beoordelen. Dit werkt dus ook heel goed in combinatie met een conversielut. Tijdens het editen pas je een conversielut toe en het beeld ziet er meteen uit zoals je hier in de preview zag op je schermpje. Ik heb deze functie onder het prullenbakje staan, zodat ik hem makkelijk aan en uit kan zetten. De instelling staat op auto, want dan kan de camera zelf gewoon bepalen, afhankelijk van het profiel, welke display assistie moet laten zien. Auto review is het feit dat je camera meteen de foto laat zien nadat je hem hebt gemaakt. Dat vind ik super irritant, dus ik heb die uitstaan. Power Save Start Time, die heb ik op 5 minuten staan, omdat ik het irritant vind als de camera heel snel uitgaat als ik hem even niet aanraak. Auto Power Off Temperature zet je op high, zodat de camera nooit meer uitgaat tijdens het filmen. Als die op standaard staat, dan denkt de camera nog wel eens dat hij gaat oververhitten en dan gaat hij uit zelfbescherming uit. Maar hij wordt niet eens echt warm, dus als je die instelling gewoon naar high aanpast, dan heb je nooit meer problemen. Met de audio signals kun je het geluidje aanzetten dat de camera maakt als je een videoopname start of stopt. Persoonlijk vind ik dat heel handig, dus die heb ik altijd aanstaan. Maar stel nou je bent aan het filmen op een locatie waar je absoluut geen geluid mag maken, nou, dan kan je hem even uitzetten. Onder USB vind je de USB Power Supply en als je deze aan hebt staan kan je de camera opladen via USB. Onder External Output kun je allerlei HDMI-instellingen aanpassen, bijvoorbeeld de HDMI Info Display. Als je die aanzet dan wordt letterlijk je hele schermpje getoond via HDMI. En als je die uitzet krijg je een clean HDMI-feed. Dat is eigenlijk de beste optie als je werkt met een externe monitor. Onder de Setup Options staat eigenlijk alles gewoon op standaard ingesteld. En dat waren zo'n beetje alle video-instellingen voor deze camera. Maar voor de fotografen onder ons heb ik nog een paar belangrijke extra instellingen die we moeten goedzetten. Heb je nou geen interesse in fotografie? Drop dan even een like. Ga naar de beschrijving om mijn instellingen te downloaden en ga lekker shooten. Maar maak je nou ook foto's? Drop dan ook even een like en blijf vooral kijken. Dan switchen we nog even van de Videostand naar de Fotostand om een aantal fotografie-instellingen aan te passen. Nou, in het menu onder Image Quality en dan File Format, dan wissel je JPEG sowieso naar Raw of naar Raw en JPEG. Dus als je het maximale uit je fotografie wil halen en de nabewerking daarvan, dan moet je sowieso in Raw schieten. Als je de JPEGs echt gaat gebruiken, dan zou ik de kwaliteit instellen naar Extra Fine en de aspect ratio zou ik laten staan op 3 bij 2, want dan heb je het maximale formaat voor je JPEGs. Onder de Drive Mode heb je de interval shooting instellingen en hiermee kan je alle instellingen bepalen voor als je een timelapse gaat maken. Hier ga je bijvoorbeeld de interval kiezen, oftewel hoe vaak hij een foto maakt, en het aantal shots dat hij in totaal gaat maken voor de timelapse. Die twee instellingen bij elkaar zorgen ervoor dat je hier de shooting time ziet. Dan gaan we door naar de volgende optie. Het kan namelijk verleidelijk zijn om de shutter type aan te passen naar electronic shutter. Dan maakt de sluiter geen geluid bij het maken van een foto. Maar het grote nadeel is, als jij de electronic shutter aanzet, dan gaat automatisch de anti-flicker shoot uit... Dus heel vaak hoor je mensen klagen over het feit dat er strepen in beeld zijn of banding of wat dan ook. Maar dan zijn ze aan het fotograferen met de electronic shutter in bepaalde kunstmatige lichtsomstandigheden. En dan krijg je dus banding. Dus zorg er dus voor dat je altijd een mechanical shutter gebruikt, want dan staat de anti-flicker shoot aan. En in deze camera is de shutter sowieso wat stiller, dus in de meeste situaties is dat prima. Dan gaan we door naar het autofocus menu. En hier heb je een hele interessante optie genaamd Face Memory. Hiermee kan je een gezicht opslaan in de camera. En dan gaat de camera altijd prioriteit geven aan autofocus voor dat gezicht. En dat is super handig als je bijvoorbeeld foto's maakt op een bruiloft. En je wilt ervoor zorgen dat de camera alleen scherp stelt op de bruid en bruidegom. Aan het begin van de dag registreer je gewoon even hun gezichten. Maar als je nou in een situatie komt dat je wel andere mensen wilt fotograferen, dan kan je gewoon even de geregistreerde gezichten uitzetten. Zo, en dat waren alle instellingen van deze camera. Zoals je zag was het menu ontzettend groot. Maar door het gebruiken van het functiemenu en de handige custom knoppen kan ik alles super snel bedienen. Ik heb daarnaast ook nog een My Menu met een aantal opties uit het menu die ik regelmatig gebruik. Op het eerste tabje heb ik bijvoorbeeld frame rate staan en marker displays. Op het tweede tabje een aantal handige opties zoals het bedienen met je smartphone, formatteren, het kiezen van de SD kaart, timelapse instellingen en de brightness van je scherm. Hier staan een aantal instellingen voor de bestandsnamen en als laatste heb ik hier de HDMI instellingen staan. Met deze paar tapjes in combinatie met alle custom knoppen op de camera en het functiemenu hoef ik nooit te bladeren door lange lijsten aan menu's. Super handig dus. Als je de opties van My Menu wilt overnemen moet je maar even terugspoelen, de videopauze zetten en dan je camera goed instellen. Of je gaat naar de link in de beschrijving en download mijn instellingen en dan wordt alles in één keer goed gezet op je camera. Ik heb sowieso al heel veel video's gemaakt over de A7S3. Dus check vooral mijn kanaal even als je die wilt zien. Of de playlist die in de beschrijving staat. En mocht je nou nog steeds ergens vragen over hebben, dan kun je die altijd in de reacties achterlaten. En dat was het weer voor deze video. Vond je dit nou tof? Heb je hier wat aan gehad? Heb je wat geleerd? Laat dan een dikke like achter. Deze video was echt ontzettend veel werk om te maken. Dus een like zou ik enorm waarderen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal als je niks meer wilt missen. En dan zie ik jou in de volgende video. Later. you